ziek. En een sheet noemen we die. En die heb ik dus een heel lijstje doorgestuurd gekregen van mijn zuster. En die af en toe luistert die wel eens. En er was er eentje bij, die gaat over de dood. Ik vind hem wel confronterend met de dood en met de hel en met het paradijs. Omdat je soms zo bezig bent met deze wereld dat je nog wel eens wilt vergeten dat er ook nog hierna iets komt. Ik vind hem wel confronterend. Wat dan precies? Met hiernamaals, denk ik. Dat we gewoon allemaal doodgaan, dat is het gewoon vooral. Het idee dat dit leven is niet. We leven alsof dit leven eeuwig is. We hebben allemaal plannen voor als ik 80 ben en als ik. Weet je wel, je denkt zoveel aan de toekomst, terwijl misschien bij morgen.